Hoi, ik ben op 3 oktober 2018 gestopt met roken met behulp van Jamie. Ik had zelf alles een poging ondernomen, maar die liep op niets uit. En ik was me er al op voorbereid dat ik altijd een roker zou blijven. Tot ik heel veel positieve verhalen hoorde over Jamie en die hypnose. En steeds meer mensen die met behulp van die hypnose gestopt waren. Ik heb een afspraak gemaakt en vond het jammer dat het nog maanden duurde voordat het ging gebeuren. Maar uiteindelijk is dat wel goed geweest, want ik heb er die maanden wel naartoe kunnen werken en ik was er gewoon ook wel aan toe om te stoppen. Ik dacht altijd dat ik hypnose echt super eng zou vinden en dat ik er niet helemaal bij zou zijn, maar dat is me echt reuze meegevallen. Sowieso stelt Jamie je echt heel erg op je gemak, is heel rustig, legt alles heel goed uit. En ja, je bent er eigenlijk wel gewoon bewust bij, ondanks dat je niet de controle hebt over de dingen die je doet. Maar er gebeuren gelukkig geen rare dingen. Ik ben echt nog elke dag super blij dat ik op deze gemakkelijke manier van het roken af ben gekomen. En als ik van tevoren had geweten dat het zo gemakkelijk was, had ik het natuurlijk jaren eerder gedaan, maar dat is niet anders. Ik heb in december 2018 nog een korte sessie gehad om bewegen en het eten in combinatie met het stoppen met roken een beetje onder controle te krijgen. En ook daar ben ik alleen maar heel positief over. Ik sport sindsdien heel graag, heb daar ook heel veel voldoening van. Het eten is bij mij niet meer een vervanging voor het roken. Dus alleen maar positieve dingen, waardoor ik uiteindelijk ook niet heel veel ben aangekomen in kilo's. Ja, ik ben echt Jamie nog elke dag hartstikke dankbaar. En het is zo fijn om niet meer verslaafd te zijn aan het roken en er dan op deze gemakkelijke manier van af te komen. Echt super. Toppie.